Kort geleden hoorde ik de sirene van een brandweer. Ik hoorde dat die zo, ongeveer langs ons huis ging. En vrij kort achter ons huis stopte. En ik was nieuwsgierig genoeg om even naar het raam te lopen. En dan zag ik inderdaad een brandweer staan. En ik zag nog iets. Ik zag dat er een heleboel mensen net zo nieuwsgierig waren als ik. Alleen die hadden misschien wat minder schaamtegevoel of zo, die liepen ook de deur uit. Dus ik bleef veilig achter het raam staan, die andere mensen. Tenminste, ja, sommigen zullen waarschijnlijk ook wel gewoon van achter het raam gekeken hebben. Maar een deel van de mensen liep de deur uit en die kwam ook kijken wat er eigenlijk aan de hand was. Ik zag een stukje achter ons bij een huis, daar liepen de brandweermannen in en uit. Maar ik zag verder niks. Dus ik heb het erbij gelaten. Ik ben weer aan het werk gegaan. Maar als ik dat nou een paar keer zo zou meemaken. Brandweer. Geluid. Je ziet hem staan. Je ziet brandweer lopen. Er gebeurt niks. Het is weer over. Na een keer of wat zou ik niet meer van mijn bureaustoel opstaan. Dan zou ik denken, het is wel goed, ik blijf hier zitten en die brandweer, die kijkt maar wat die doet. Er gebeurt toch niks. Dat is de ene kant. En misschien bent u zo wel een beetje. Dan hoort u, niet de sirene, maar de aankondiging. Het is bijna heiligavondmaal. En u denkt, dat gebeurt toch elke keer hetzelfde. En ik heb er verder niks mee, dus ik blijf maar thuis. Dat kan. Het kan ook andersom gaan. Stel dat het nou zo was dat ik dat huis zag waar de brandweer binnenliep en ik dacht, hé, goed, ik heb hier geen familie, maar dat had gekund natuurlijk als een van u het was. Hé, daar woont familie van me. Dat zijn mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Dan was ik niet achter het raam blijven staan, dan was ik naartoe gegaan. En als het even kon, naar binnen. Dan werkt het juist andersom. Als je er persoonlijk bij betrokken bent, dan ga je niet, dan sluit je niet je ramen, zeg maar, en je gordijnen. Dan blijf je niet alleen maar staan kijken, maar dan moet je er naartoe. Dat is ook een heel verschil. Ben je alleen maar toeschouwer of ben je erbij betrokken? Zoals vanmorgen dat verschil er ook. Sommigen waren alleen toeschouwer. Die hebben vorige week de aankondiging gehoord. Die hebben vanmorgen de nodiging gehoord. Ze hebben gezien, hé, er is wat hiervoor in de kerk. Maar ze bleven alleen maar kijken. Want het ging niet over uzelf of over jouzelf. En anderen die zeiden, ja, maar dit gaat over mij. Hier ben ik heel persoonlijk bij betrokken. Net als iemand die denkt van, ja, maar in dat huis woont familie. En dan kun je niet meer wegblijven. Maar als je nou die persoonlijke betrokkenheid niet hebt. En misschien dus zelfs wel de gedachte, ik blijf maar thuis. En misschien heb je het wel gedaan. Waar kan dat mee te maken hebben? Nou, dat kan ermee te maken hebben dat je denkt, ja, maar het is elke keer hetzelfde. Ik weet langzamerhand wel hoe het avondmaal eruit ziet. Net zoals ik onderhand wel weet hoe een brandweerauto eruit ziet. En zo kun je denken, het avondmaal, dat ziet er zo en zo uit. En dat, ja, dat heb ik na een paar keer wel gezien. En het gaat toch niet over mij. Maar dan heb je iets heel belangrijks gemist. Beetje net zoals wat ik gemist heb bij dat huis. Ik zag die brandweermannen in en uitlopen, maar ik heb geen idee wat ze gedaan hebben. Ik stond op afstand. Wat daar binnen in het huis gebeurde, geen idee. En dat zou van alles kunnen zijn. Zo kan het ook zijn met het avondmaal. Je kijkt alleen naar de buitenkant en je ziet niet wat er gebeurt. Maar als je zou kijken met ogen van het geloof,
dan zie je dat er heel veel gebeurt. En in feite ook elke keer wat anders. Elke keer ook hetzelfde. Maar wat er gebeurt in het hart is ook elke keer weer anders. En er zijn ook heel veel facetten, heel veel aspecten van het goddelijke werk dat hij laat zien. Maar daarvoor moet je wel kijken en betrokken zijn. Dat doe je niet met natuurlijke ogen. Net zoals dat het geen mens lukt zolang die nog achter zijn raam alleen maar staat te kijken. Dan kom je niet verder. En om zo te zeggen, als wij vanuit onszelf op onze natuurlijke manier kijken, dan zijn we ook als iemand die staat alleen maar achter het raam. Onze natuurlijke manier van kijken naar dingen van de Heer Jezus, dan is dat op afstand. Maar de Heer wil ons leren te kijken met de ogen van het geloof. En dan zie je dat het niet maar een ceremonie is. En dan hoor je dat het niet maar alleen gaat om een paar woorden die altijd hetzelfde zijn. Maar dan zie je erachter dat er iets gebeurd is. Om zo te zeggen dat dat elke keer weer nieuw is. En dat er iets gebeurt. En dat er iets gebeuren gaat. Dat mag je allemaal zien. God laat in het avondmaal zien dat er iets gebeurd is. Doe dat tot mijn gedachtenis. De dood des Heer die geweest is. Je gaat zien dat er iets gebeurt. Daar ging het vanmorgen over. Dat God leert roepen. Dat hij werkt in het hart. Zodat je God als Vader meer en meer gaat kennen. Hij geeft de zekerheid van het geloof. Men gaat ook zien dat er nog wat gebeuren gaat. Dat klinkt ook door in elke avondmaalsdienst. Er staat immers: verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dus elke avondmaalsdienst die herinnert ons eraan dat hij komt. En het geloof ziet dat. Voor het geloof is dat zeker. En voor het geloof is dat belangrijk. Daar sta je niet maar op afstand, maar daar ben je bij betrokken. Nou, dat laatste is waar we nu bij stilstaan. Wat er gebeuren gaat en hoe je daaruit leeft. Dus als het even heel kort zwart-wit samenvatten, kunnen we zeggen, in de voorbereidingsdienst ging het over wat er gebeurd is. Het werk van de Heer Jezus, waar je op mag leren bouwen. Vanmorgen ging het over wat er gebeurt. Het werk wat God nu doet. En nu in de nabetrachtingsdienst over wat er gebeuren gaat. Wat er nog komt. Wij verwachten. Galaten 5, vers 5. Galaten 5, vers 5 is de tekst voor de preek. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek staat: de geest werkt hoop. En hoop, dat gaat over iets wat nog komt. De geest werkt hoop. Drie gedachten. De aard van die hoop. De bron van die hoop. En de vrucht van die hoop.